We staan weer op locatie, jongens. Het is vandaag 22 december. De tijd vliegt als een gek. Daarom gaan we zo meteen wat gekke dingen afsteken. We hebben veel vuurwerk, namelijk van de Pyro Shop. We hebben veel matten, we hebben veel knalvuurwerk. En dat gaan we zo meteen allemaal afsteken op deze locatie. Ik ga jullie zo meteen precies laten zien wat we hebben. Maar ik wil je eerst wat anders laten zien. Dit is de laatste kans dat jullie deze nog kunnen kopen voor kerst. Hier gaan we mee afsteken. De blauwe stick. En dan heb ik ook nog de zwarte, dat is mijn favoriet, mat. Kijk, hebben we opgeladen in de auto. In ieder geval, dit is dus de laatste kans dat jullie hem nog voor kerst kunnen krijgen. En hier is de kortingscode, 15% op deze aanstekers, myplasma.nl. En dan kunnen jullie er ook eentje kopen. Dus, wat hebben we precies? Nitraatmat 100 shots, Pyrostar. Schijnt heel goed te gaan. We hebben hier de Piano Cracker 3000. De oude vertrouwde. Galactico hebben we ook. Ja, ja. Laat eens zien, wat hebben we nog meer? Ja, wat zit er in die doos, gek? Ah, oh ja, die Traka 100 meter, toch? Die willen we zien. Gaan we ook even ophangen. Traka 100 meter. Silver edition. Zo, moet je kijken, gek. Oh, en ik vergeet nog hieronder. Color Spanish Cracker. Schijnt ook hard te gaan. Ja, Supero's. Iedereen kent ze wel. Spaanse vlindertjes van de Pyro Shop. Mega Centipede. 50 shots. Hey, deze is ook vet, man. Ja, hij duurt wel erg lang. Klopt. En hier een hele tas met nitraten. Dumbum. Middel. En ze zeggen dat deze echt heel goed is. Dus we zijn erg benieuwd. Dumbum middel. Hoeveel gram zat er ook weer in? 2,5. 2,5, hè? Ja. P1. Ai, ai, ai. Zo, kijk wat hij hier heeft. Kijk. Even drie sleutelbossies. Kijk deze bossen, jongens. Ongelooflijk. Die zet ik wel even paas thuis, hè? Jongen, jongen. Ja, jongens, dan hebben wij hier zo. Bermuda driehoekjes. Oh ja. Heel leuk. Die heb je, ook van kat 1. Ja, ja, de ouderwetse zijn in ieder geval heel leuk. Dus ik hoop dat deze ook zijn. Dan hebben we hier zo de Flashing Cobra. Die zijn... Oh ja. Ze lijken wel heel erg op de oude. Maar ja, mooi afgewerkt. Volgens mij zit hier ook maar 0,5 gram in. Maar maakt niet uit. Wie weet zijn ze heel leuk. En hier zo Dumbum 2G. Yep. Plus... Dit zijn de dieptebommetjes. Ja, dieptebommetjes, dat was het. Kom even niet erna komen. Oh, kijk. Ja, mooie dingen. Zoals vroeger. Hierzo, geen idee eigenlijk wat is. Wat is dit eigenlijk, joh? Zwarte budgetnitraatjes. Jumbo Titanium Cracker. 2.0. Denk hetzelfde idee als Flash & Cobra, gok ik. Ja, gaan we ook ik heb even nog nooit gehad. Testen zo. Color Bombertos. Een beetje Spaans spul. En... ja, geen die fluiten. El Silbato en die ja. Color volgens mij ook. In ieder geval leuker wij. Jumbo Color Whistling. Deze fluiten. JCBT. Oh, nou. Dat zijn nog grote dingen. Ziek, man. Ben benieuwd. Zit er een hoop in? Ja. Mag je ook even gaan afsteken, man? We hebben echt best wel wat, zoals we je kan hier zien. Zo. Hele bossen. Wat cracking loco. Geen wat kleinere idee. Knalletjes. Al met al, een mooie collectie, alles bij elkaar. Die bosjes gaan we even ophangen op locatie. Hang maar op. Ja, hey, mooi plekje, ja. Mooi ja. Plekje. Die boom is ervoor gemaakt, gek. Zo, die hangt. Doe ook maar, man. Yes. Ging langzaam, hè, deze. Mooi ding.
Langzaam, langzaam hè. En nog een matje. Ja jongens, een nitraatmatje. Echte nitraatbommen. Nitraatmatjes. Ja, dat is wel lachen joh. Rookontwikkeling. Bemiddel jongens. Die schijnen heel hard te gaan. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop het. Moet wel man. Hardste van België zeggen ze zo. Zo. Knallen die knallen wel goed man. Verkeer. Dan hebben we hier zo de Jumbo Color Whistling Thunder. Fluit volgens mij. Precies. Goed hè. Oh, vlammetje daar. Zo een beetje nieuw. Flashing Cobra's. Hoppa. Waren altijd goede knallen vroeger. Ik denk dat deze nog te trap is. Dieptebon. Stooksessietje. Een diepte bommen. Ja, wel goede knallers hoor. Ja, op zich voor het geld. Als je dit in Nederland doet, dan... ook wel waard. Even die Traka 100 meter uitgerold. Moet je kijken hoe lang die is. Ziet een beetje rommelig uit. Helemaal daarheen. Niet normaal man, kijk wat hij aan het doen is. Een klein beetje kort, maar kijk hoe ver die daarin ligt. Ja, over die prikkeldraad ook. Gelijk het ding daar in twee. Ja, dit ziet er spectaculair uit jongens, want dan hoor je, heb je nog meer geweld in een klein stukje. Ja, dit wordt een soort eindstuk. Dit wordt chaos man. Wow, ja, dat is 100 euro. Zieke knallers, man. Heel snel. Deze is iets korter. Maar wel exact hetzelfde verder. Ook langzaam, man. Ja, maar hij is ook zelfs de lol. Volgende keer over elkaar heen. Oh, dat zou ik zeggen, dan gaan we nu even voor de snippertjes. Pianootje. Een piano, jongens. Die schiet er wel uit elkaar, man. Wegwezen. Die gaat sneller, hè? Ja. Ja, mooie matjes. Color speencracker. Die is wel korte lont, hè? Ja, die is gevaarlijk. Lachen. Zo. Die Jumbo Titanium Cracker 2.0. Wegwezen. Titanium Cracker, zo. Helemaal aan de andere kant, gek. Goos. Oh. Oh, zag ik die Titanium doen. Deze zal hard zijn als de oude. Ben benieuwd. Superootje.
Nog een dun bemiddel om te horen. Weer een Supero. En omdat je het zo lief hebt, een dun bemiddel. Die is echt goed, man. Vlammetje erbij, hoor. Zo. Die zijn wel goed, man. Levensgevaarlijke Bermuda driehoeken. Ja, knalt op zich wel, maar dat is niet hard, man. Oh, de mond is wel hecht. Hé, die andere klonk zachter. Oh, wat zo. Levensgevaarlijk, hè? Die anderen hebben dat niet, hè? Flesje en cobraatje. Hoppa. Zo. Wat een mooi stadion. Perfect. Die zijn wel lachen. Wat is dat? Oh ja. Ik heb ook nog een vergelijking noemen tussen de dumbum over het moment. Oh, wat noem je dat, je? Laat de hoefjes in. Goos. VG eerst en daarna de dumbe middel. Dumbe middel. Oh, wat een verschil. Ga kijken hoe groot die dingen ook zijn. Is er een gaatje, man? Huh? Waren dat middels? Ja. Die paar wel. Geen idee wat dit voor slechte dingen zijn. Nou, kijk hè. Tegelijkertijd, nou. Die zwarte zijn dat, hè? Ja, man. Die zijn best goed, man. Ik zie een sessie van doen. Niet te snel, joh. Ja, best goed, ja. Lijkt een beetje FPV small, hè? Ja, dat ook. Hij loopt lekker te stoken. Kan ik iets naar mijn kop of lopen? Het begint wel te regenen, man. Ja, die kleintjes zijn best goed. Ja. Maar hoe duur waren die? 5 euro geloof ik. Ik weet het snel niet. Harder is het niet.